Ik vond het een intrigerende titel. Zie de mens heet de nieuwe tentoonstelling in de fundatie. 100 jaar, 100 gezichten. Eén portret uit elk jaar. En het mooie is dat al die portretten eigenlijk ook 100 jaar geschiedenis vertellen. Hans den Hartog Jager heeft het samengesteld. Het was jouw eigen idee, 100 jaar, 100 gezichten. Ja, klopt. Wat wil je eigenlijk laten zien? Nou, er zijn zoveel aanleidingen geweest voor deze tentoonstelling, maar wat ik mee had, ik heb een tijd bij NRC Handelsblad op de redactie gewerkt, en een van de dingen die ik daar mee kreeg was dat een collega ooit tegen me zei, als je een krantenpagina hebt en er staat een gezicht op, dan blijven mensen ernaar kijken, dan worden ze erin getrokken. Dat idee is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Mensen het allerliefste naar mensen kijken. En ik besefte ook dat portretten eigenlijk een perfecte weergave zijn hoe kunstenaars naar de wereld kijken. Zeker in de laatste 100 jaar. Dus ik dacht, daar wil ik een keer wat mee. Dat lijkt me nou mooi. 2 tentoonstellingen gemaakt hier al met Ralf. Het was ontzettend leuk. Het ging heel goed. Die hadden een vrij zwaar thema. Die waren vrij serieus, inhoudelijk, bijna essayistisch. Toen dacht ik, ik wil eens iets anders doen. Ik wil een soort parade van koppen maken waarmee we niet alleen de kunstgeschiedenis laten zien, maar ook politiek, sociaal, maatschappelijk, wat er allemaal gebeurd is, wat er veranderd is. Toen dacht ik, als je gewoon 100 koppen laat zien, dan heb je het heel overzichtelijk en toch heb je alles. Dacht jij in een boek of dacht je echt in kunstwerken? In kunstwerken, zeker in kunstwerken. Ja. Het mooie is, kan allebei. Schrijven is ook echt jouw ding. Schrijven is natuurlijk, ik zie mezelf als schrijver, dat is mijn vak. Ik zeg helemaal nooit dat ik tentoonstellingsmaker ben. Dat is een geluk dat ik dat er ook bij mag doen, maar het is niet mijn werk. Ik ben schrijver. Ik vind schrijven het allerleukste wat er is. Hoewel zo'n tentoonstelling maken ook wel heel leuk is. Maar schrijven is mijn werk. Deze is wel heel bijzonder. Vind ik zelf. Waarom? Omdat hij heel eigentijds is. Hè? Nou, 2009. Maar tegelijkertijd gaat hij over een oud werk. En hij gaat ook precies over wat voor mij altijd belangrijk is. Hoe breng je een verhaal bij een groter publiek? Hoe laat je mensen nou meebeleven van iets dat ze misschien niet kennen? Ja, nou dat is precies wat je zegt. Dat is een hele belangrijke reden om dit werk hier te tonen. Als je de tentoonstelling binnenkomt, zul je merken dat bijna alles min of meer chronologisch is opgehangen. Een paar keer pesten we ze een beetje, breken we daarmee. Maar grofweg is alles chronologisch. Alleen dit werk hebben we meteen aan het begin gezet. Het is een film van Rieneke Dijkstra. Op 3 schermen zie je 9 Engelse schoolkinderen die kijken naar een portret van Picasso. Maar dat portret zie je niet. Dat blijft de hele film buiten beeld. En het bijzondere is, je ziet die 9 kinderen die met hartstocht, met interesse, met passie naar dat portret kijken en hun eigen interpretatie erop loslaten. Nou, dat is geweldig om naar te kijken, omdat je beseft, A, hoe leuk het is om naar kunst te kijken, wat de mogelijkheden zijn, maar ook, en daarom staat hier aan het begin, dat het precies is wat we zelf gaan doen. Precies. Wat die kinderen doen, ga jij als toeschouwer op deze hele tentoonstelling ook doen. En daar zit een soort geheim in dat mensen bijna nooit zien. Kinderen, het is de Weeping Woman van Picasso, dus het is een huilende vrouw. En dat kun je ook wel zien, maar het is tegelijkertijd een vrij ingewikkeld schilderij met veel vlakken en kleuren. En aanvankelijk zien kinderen dat het tragisch is, dat het droevig is. Maar in hun interpreteren, in hun kijken, gaan ze steeds andere ideeën bedenken. En uiteindelijk is de laatste zin van de film, zegt de meisje, maybe she is just happy. Dat is de totale tegenstelling van waar we begonnen zijn. En ze laat zien, met kunst kun je het hele spectrum van emoties doorlopen. Aan de hand van 1 schilderij. Wat ik ook zo mooi vind, is dat het ook tegelijkertijd een portret van al die kinderen is. Ze hebben allemaal hun eigen fascinaties. Eentje heeft het telkens over eenzaamheid. Dan denk je, oh god, dat meisje is natuurlijk zelf eenzaam. Dus je krijgt ook tegelijkertijd via die stapeling van portretten, krijg je ook nog iets van die kinderen mee. Ik zo horen. Een van de jongetjes die zei ook, maybe she's undead. Dat hoort natuurlijk ook bij die computerspelletjes. Precies, van deze het zijn een soort tijd. Zombies. Ja. Die undead. Ja. Ja, yeah, she's mooi, sucking up souls. Hoe kom je erbij? Zij heeft het alsmaar over eenzaamheid. Dus je denkt, oh god, meisje toch. Tancuzzi doet dat in de beeldhouwkunst. En in 1920 komt hij op een perfecte abstracte mens uit. Een ei.
Gewoon een simpel ei. Dan heeft hij dat hoofd uit 1910 zo ver teruggebracht dat het een ei is. Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat het niks is en alles. Als je het werk van Brancusi kent, zie je nog steeds dat ei. Dat hoofd. Want dat hoofd en dat ei, dat is hetzelfde. Dat is dubbelzinnig. Maar tegelijkertijd heet het beeld de nieuwgeborene. Hij hakt een stuk van het hoofd af. En daar komt dat naar buiten. Dan wordt iemand geboren. Het ei barst als het ware open en er komt nieuw leven uit. Nou, symbolischer voor deze tentoonstelling kon niet, wat mij betreft. Want Brancusi heeft de mens tot zijn nulpunt teruggebracht. Het menselijk hoofd is een ei. Vanaf dat moment kan alles. En dat zie je hier. Kunstenaars die alles doen met de mens waar ze maar zin in hebben. Maar toch ben jij eerder begonnen. In 1917 heb jij Kokoschka gekozen. Klopt. We wilden precies 100 jaar doen. Dat is natuurlijk te mooi. En het is ook wel leuk, want dan zie je nog hoe kunstenaars daarvoor nog op andere manieren worstelen. Ja. En op andere manieren beelden maken. Nou, dit was wel een cadeautje hoor, dat we deze konden krijgen. En waar hangt hij normaal gesproken? In Wuppertaal. Nou, dit was typisch zo'n geval. Ik heb het luxe gehad dat ik bijna alles mocht kiezen. Ik ken ook veel mensen in galeries en kunstenaars. Maar op het moment dat het van museum naar museum was, bleek de fundatie heel veel te kunnen doen. Het was geweldig. Ralf en Patty ook, die gingen de beuk erin gooien. Hebben ze zo hun best gedaan. Dit is een van de pronkstukken die zij op die manier hebben binnengehaald. En dit klopt zo mooi. Het verhaal hierachter vind ik perfect. Kokoschka, een bekende figuratieve schilder, had liefdesverdriet. Hij was verliefd op Alma Mahler, de beroemde femme fatale uit die tijd. Was getrouwd geweest met de componist Mahler. En het was uit. En omdat het uit was, gaf hij zich op als vrijwilliger in de Eerste Wereldoorlog. Ging hij vechten. Wat gebeurde? Hij werd door de tegenstander aan het bajonet geregen. Die stak hem in zijn borst en die sneed nog een stuk van zijn oor af, als ik het goed heb. Dus hij werd ernstig geraakt. Hij werd vervormd, mismaakt als het ware. Kwam terug en toen heeft hij al heel snel dit portret geschilderd. En hij zit er zo bij. Hij wijst op zijn borst. En wat zit daar? Aan de ene kant die wond van het bajonet. Maar aan de andere kant is natuurlijk de hartepijn. Het is uit met Alma. En dat zie je ook nog eens een keer in die prachtige zindering. Vooral van die jas. Het is net of de manier waarop hij zijn buitenkant heeft geschilderd. De onrust, de kronkels in zijn eigen kop weergeven. Wat ik jou wil vragen, als jij nou zo door de zalen loopt en je ziet die 100 werken die Hans heeft gekozen, beschrijf mij eens wat jij dan van deze tentoonstelling vindt. Je voelt je eigenlijk op een heleboel verschillende golven tegelijk meegenomen. En misschien is het uiteindelijke gevoel in die zalen wel, dat ken je vast, hè, als je met een stevige westenwind de Noordzee induikt. En je wordt door een golf gepakt en je beweegt met die golf mee en er komt er een achteraan en dan komt er ook nog eentje terug van het strand. Hè? Dat je heen en weer geschud wordt en uiteindelijk met zand in je neus en in je oren opkrabbelt. En je zwembroek. En je zwembroek op je knie. Ja. Nee, maar als je al die betekenissen op je af laat komen en je laat eventjes los en je kijkt om je heen, hè, dan rolt het over je heen. Maar op het moment dat je blijft focussen binnen dat kader, hè, dan kan je het ontwaren. En wat doet het dan nou met Ralf Koning zelf? Nou, dit is het meest ambitieuze project wat we hier gerealiseerd hebben. En ik zou haast zeggen, maar dat is natuurlijk ook in de euforie van het moment by far. Hè, maar het is volkomen waanzinnig wat hier bij elkaar hangt. Wat ik hier zo mooi vind, dat je heel goed kunt zien dat er allemaal lijnen in de tentoonstelling bij elkaar komen. Daar dat schilderij van Malevich, daar zie je natuurlijk meteen die kop van Brancusi terug. Ja. Precies dat ei waar ik het al eerder over had. Maar deze twee naast elkaar zeggen ook heel veel. Allebei boerinnen, de ene uit Amerika, de andere uit Rusland. Er zit maar 3 jaar tussen. En tegelijkertijd zie je zo'n mooie spanning tussen hoe die kunstenaars ze afbeelden. Zij is arm en verbeten. Zij is bijna een soort symbool van de heilstaat van de Sovjet-Unie. Ja, ja. Kleurig,
algemeen, staat voor iedereen, maar toch ook heel aantrekkelijk. Bijna dezelfde tijd. Ja, kijk ook naar die strepen. Amerika, hè? Ja, dat is Amerika. Ja. Ja. En kijk ook naar die strepen. Hier is het een hek. Hier is het het land en de horizon. Ja. Het is net alsof ze voor elkaar gemaakt zijn. Ja. Dit is Amerika in de crisis. Dat is Rusland tijdens het opkomende socialisme. Ja. Het lijkt wel of ze met elkaar gepraat hebben en het zo perfect bij elkaar past. Ja, ongelooflijk. En deze familie heeft er nog steeds last van dat toen die hele fotoserie gemaakt is. Ja, die mensen waren daar heel boos over. Het punt is dat dit was een journalist, een fotograaf en een schrijver. En die zijn daar op, een tijd hebben ze gezeten voor een soort reportage. Maar die schrijver ging helemaal los, die heeft een heel groot boek over gemaakt. En die foto's zijn legendarisch geworden. Maar die plek in Alabama, ja, daar komen mensen nog steeds kijken om te kijken waar die reportage gemaakt is. Want het is een klassieker geworden. Omdat het zo legendarisch was, het is zo'n tijdsbeeld gehad. Ja, Let Us Now Praise Famous Man heet dat boek. En het is zo beroemd dat het nog steeds verkocht wordt. Maar nu gaan mensen als een soort toeristische trips daar arme mensen kijken. Ja, en dat vinden die nazaten verschrikkelijk. Want is daarmee zijn ze hun hele leven getekend als mensen arme van mensen. Armen. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Het mooie is, door die tijdslijn, dat we ook heel erg konden kijken naar dingen die in de tijdgeest hingen, die in de lucht hingen. Dit is het kabinet waar we rond de oorlog zitten, eigenlijk net voor de oorlog. En ik vond het zo mooi dat je ziet hoe kunstenaars daarmee gewerkt hebben. Dit schilderij is al uit 1928 en wat je ziet is natuurlijk gewoon Hitler. Maar hij lijkt het al aan te voelen, Groos. Hij ziet hem er als het ware aankomen. Een man met een snor die ontzettende heibel aan het maken is. Hij heeft een ratel. Maar dat deed Hitler ook in die tijd, want die ging allemaal lokalen af en die stond in zijn eentje, er werd ook niet opgenomen, die stond allemaal mensen toe te spreken. Precies, maar dat was in 28, maar dat hij aanvoelde dat het blijkbaar al zo belangrijk kon worden. Dat hij er zo'n, kijk, hij heeft alles wat daar later ging spelen. Oorlog, het gebraden kippen presenteren aan de mensen, stampende zolen. Het is alsof hij bijna heeft gevoeld wat er uit voort zou komen. Het is toch bijzonder dat je dat als kunstenaar, branden, alles zit erin. En het mooie is, deze hebben we hier opgehangen met een aantal werken die heel nadrukkelijk over de oorlog gaan. Hier een Joodse vrouw, een actrice, die een Joodse man speelt. Deze vind ik ook zo geweldig. Dit is een SS-kapitein. Moet je kijken, alles klopt. Een doodshoofd, adelaar. Waar moet je dat gezicht zien? Is dat ook een beetje je favoriete leraar biologie op de middelbare school? Die spanning vind ik zo mooi. Dat is precies wat Sander heeft willen laten zien. In hoeverre kun je het kwaad nou meteen herkennen? En daar hangt dan die beroemde foto van Winston Churchill, die de fotograaf gemaakt heeft en dat hij eerst een sigaar uit zijn hand had getrokken. En dan zit hij er als een soort getergde leeuw bij. Eigenlijk een soort publiciteitsfoto. Churchill wilde niet dat hij zo werd gemaakt, maar toen hij er helemaal was, was hij er heel blij mee. Want hij is zo dreigend, hij is zo spannend en dat moest natuurlijk tegen Hitler in het geweer worden gebracht. Want deze uit 41, dit is precies wat hij toen wilde. Exact. Deze foto die heeft zoveel geschiedenis in zich. Ja, mooi hè? Wat mij betreft, althans, die imponeert mij enorm. Het is eigenlijk maar een kleine foto. Maar zij is zelf fotografe, werkt samen met een andere fotograaf die haar fotografeert in het bad van Hitler. Klopt. Ze was journaliste en ze waren met Amerikaanse troepen meegereisd. Op een gegeven moment besloten ze af te haken en maar eens naar München te gaan. Het was het einde van de oorlog. En ja, ze spraken iemand aan die zei, ik weet wel waar het appartement van Hitler is. Daar kunnen we misschien wel naartoe. En ik ben altijd een beetje bang dat ik het verkeerd heb. Maar volgens mij heeft Hitler op dezelfde dag zelfmoord gepleegd in de bunker in Berlijn. Zij is net in Dachau geweest. Precies. Je ziet eigenlijk is het de modder van Dachau. Het is bijna te heftig. En hier, ja, het is bijna te. Je vraagt je af of ze het geanceneerd hebben. Maar hier staat een portret van Hitler op zijn eigen badrand. Al hebben ze dat geanceneerd, het maakt op zich niet uit. Want zij dachten in beeld. En zij zetten hiermee een beeld neer op de dag dat die oorlog min of meer eindigt. Ja, ik denk eigenlijk dat het echt was. Ze waren vrij. Hitler was ongetwijfeld zo ijdel dat hij zichzelf op zijn badrand neerzet. En dat zou me niks verbazen. Pas 20, 30 jaar later werden deze foto's weer uit het archief omhoog gehaald door haar zoon. En snapte iedereen ineens dat dit echt geweldig werk was. Hoe verzin je nou welke portretten uit welke periode? Dat was het grote werk, maar ook het allerleukste werk. Het is een flauwe metafoor. Het was een enorm puzzel waar ik alles maar met stukjes aan het schuiven was.
We hadden een paar uitgangspunten, een paar werken waarvan ik dacht, nou, die wil ik graag hebben. Die kregen we ook. Daarmee werd het ook steviger. Want als je wat beroemde namen hebt, dan denken anderen, oh, dat is wel serieus. En was er ook een moment dat jij dacht van, nou, dat werk, dat wil ik wel heel graag, maar dat lukt me nooit? Nou, het is een paar keer misgegaan, natuurlijk. Je ziet die film van Rineke Dijkstra beneden, dat is wel een mooi voorbeeld. Die gaat over een bepaalde Picasso, namelijk The Weeping Woman uit de Tate Gallery uit 1937. Ja. Nou, dat is een van hun nachtwachten. Ze hebben er wel heel veel, maar dat is echt een topstuk. Dus we hebben wel een heel vriendelijke brief geschreven, een prachtige inhoudelijke mail. Met, mogen we alsjeblieft leden, want we hebben dat. Maar toen zeiden ze toch, nee, sorry, die willen we echt zelf laten zien. Toen hebben we ons nederig bij neergelegd. Maar ja, andere dingen lukten ineens wel. Dat was fantastisch, zoals die Bacon of de Picasso die we nu hebben. Dat is een meesterwerk, maar een soort grappig, geheim meesterwerk. Klinkt eigenlijk als een heel eenvoudig, eenduidig concept. Totdat het op een gegeven moment werkelijkheid wordt en je ziet hoe ongelooflijk het alle kanten uitwappert. Het zijn de 100 jaar die ons in het hier en het nu het meest geraakt hebben. Maar die werken, die komen van de hele wereld. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou ja, er is een... We hebben hard en diplomatiek en zorgvuldig. Hebben we ze geworven. Je hebt gewoon naar Japan gebeld en gezegd, mag ik alstublieft... Een bacon hebben. Dat gaat iets gecompliceerder, maar het is wel... Je hebt altijd wisselende ambitieniveaus. Hè? Je hebt een plan A, een plan B en een plan C en je wil plan A realiseren. En waar zitten we nu? Wij zitten behoorlijk in plan A. Waarom laat je me deze zien? Dit is 2016. Het meest recente werk. Ja, en je moet eigenlijk even wat dichterbij komen. En even ruiken. Oh, je ruikt de verf nog. Mm-hmm. Hij is nog een beetje nat. Jeetje. Maar dat mag natuurlijk niet iedereen doen. Als je maar niet met je neus eruit komt. Ik vond dat je angstig dichtbij was. Maar dit is een schilderij van Neo Rauch. Ja, heel veel Amerikanen kopen werk van hem. Oh ja? Brad Pitt heeft een werk van hem. Ach. Ja, en het heet Gewitterfront. Hè, dus onweersfront. Hè. Je ziet dat daarachter. En het is een beeld. Hè. Ik kijk er ook vooruit. Maar er is wel een heel zwaar onweer op komst. Blik op zijn wereld. Ja, blik en misschien ook wel een blik op dat Europa van ons. Hè. Van waar gaan we heen? Dankjewel, Hans, voor ten eerste het schrijven van een boek. Ja. Ten tweede dat je ons even mee hebt genomen in Vogelvlucht. Heel veel plezier, dankjewel. En nou zijn er nog 90 verhalen die we moeten bekijken, ja, ja. In het boek. Heel graag. En je kunt ze hier bekijken en dan kun je ze daar weer lezen. Dan hoop ik maar dat ze zich wijdser en wijdser ontvouwen. Dankjewel. Jij ook. Take this heavy cage